Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Harmony Caselock met Sander van Gaming SB. We hebben allebei een toevoeging aan ons team. Ja, doet mijn cam een beetje raar. Wacht even, ik ga hem even opnieuw aan en uitzetten hoor, want dit is wel heel gek. Hij heeft natuurlijk weer een intro moment. Hij doet het weer gewoon normaal. Nou, ik weet ook niet wat dat was, maar ik heb Tom Poes. Vindt hij leuk. Dragon Breath, Rain Dance, Flail en Body Slam. Niet hele goede moves trouwens. Ik heb hem ook nog niet geleveling'd. Geleveling'd, nee joh. Ja. Weet je hoe moeilijk dat is? Doe jij nou exact hetzelfde als ik? Ja. Oh joh. Oh, ik heb hem nog. Oh, je hebt hem nog de speed up in staan. Kan gebeuren. Trevor! Hallo Trevor. Ja. Trevor? Ja. More like. Loser boy. Trevor. Ja, wel loser boy ook. Ook wel loser boy, volgens mij. Ik heb zo'n grote wortel gevonden, Kibumi. Ja, dat vind ik leuk. Valt eigenlijk wel mee. Waar ga jij nou helemaal naartoe, joh? Daar naartoe, waar jij ook naartoe gaat. Jazeker. Daar naar boven, mignon. Oké, en dan ga ik hier zo nog meer naar boven. Oh, hier is zo'n mammoswine. En een trainer. Oh, ik had even een Pokémon moeten nemen met Sweet Scent. Want je kan niet de grot waar je zo komt Sweet Scenten. Als het goed is. Wow. En ik kan je hier beneden ook al komen? Want dan kunnen we daar nog even een Pokémon store. Ja, je kan een Pokémon zo meteen hier ook nog in deze route hengelen. Hengelen? Maar ik haat hengelen. Nou, dan ga je surfen. Ja, mag dat? Ah, dat vind ik lief. Ik denk dat er aan surfen sowieso een beter idee is. Code Kernel. Ja, anders krijg je dezelfde, denk ik. Hoezo heeft dat ding nou weer een Swilus? Dat vindt hij leuk. Dat vind ik wel raar in een ijsomgeving trouwens. Maar hey. He do he. Of she do she. Mag wel, mag wel. Het zijn er twee. Oh ja, nou, ik dacht dat je het over de trainer had. Mm-hmm. Maar de Swally is more like Swally duo. Nee? Ja, het is toch een duo? Hij heeft twee van die Ovies. Oh, dat ging bijna. En een Dino. Dat is een Dino, more like Duno. Dit wordt een probleem. Wat? Voor jou niet. Voor mij wordt het een probleem. Hij heeft Dragon Dance volgens mij net gedaan. Oeh, dat is eng. Ja, ja, ja. En we moeten even kijken of we kunnen surfen. Maar dat is wel mooi, want meestal loop ik achter. Dus dan heb je nu een keer tijd om achter te lopen. Dat is ook weer fijn, hè? Ja. Fijn gevoel. Ja. Nee, ik denk het. Oké, Pokémon heen. En meteen shiny, let op. Oh nee. Oeh, een Dewgong. Een Dewgong. Dan heb ik toch liever een Seaking. Ja? Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar die is wel Engels, hè. Die is wel Engels. Dat moet je niet vergeten. Oh, je hebt hem gehaald. Ja, dus wel eens. Ik had gewoon heel veel geluk dat hij voor me 3 of 4 keer achter elkaar miste. Smarty Pants, en je deed gewoon zo'n dubbelteam of smoke screen. Ja. Het is zo'n Dewgong. Ik denk dat dat de enige Pokémon is die we hier tegenkomen. Dan ga ik kijken wat je kan vissen. Ja, ik heb al een Slowking in. Alhoewel deze guy is ice. Dat is dan wel weer. Ja. Voor later zorg. Ja, Poliwag. Ja, Poliwag. Die hebben we al. Oh, ja, ik niet. Jij niet. Ik had die al, maar toen ging je dood. Ja, dat is sad. Ik denk dat ik eens heel even ga kijken.
waar ik de Groot Rod kan halen. Want volgens mij gebruik ik nu een Old Rod. Klopt dat? Zo'n ouwe? Ja, dan gebruik ik een ouwe. Ja, dat is crazy. Dat is crazy. Daar ga je niet mee. Poly whirl. Whirling the poly from fisherman. Hey, ik heb ook al een poly whirl. Zie ik. Oh ja, dat dacht ik ook. Jij had er een fret van gemaakt en ik een toot. Oh ja. Jij hebt ook een. Kijk. Hij leeft zelfs nog bij jou. Oké, okay, dus het is sowieso Dewgong als hier iets gaat gebeuren. Ja, of je moet net als ik een... Wat kun je dan krijgen? Een good drop, dat weet ik niet, want het is een model, okay. Hè. Nou, ik denk misschien heb je ergens zo'n bestand-eel. Een bestand-eel? Zal ik anders eens kijken waar je de super lot kan halen? Ik denk niet nu al in de game. Dan heb ik liever dingen zo. Route 16, wacht, daar zijn we in de buurt. Wacht. Wat? De superrot kan je from Fishing Maniac in de route 16 halen. Daar zijn we in de buurt. Ja, ik wou net zeggen, daar was ik toch net. Toen gingen we nog kijken of ik daar een Pokémon had gevangen. Toen hadden we maar gekozen om jouw overgebleven Goomy te gebruiken. Ja. Ja, dit wordt een duwkommetje. En dat mag. Ik ga eventjes healing. Wee! Boom. Ja. Nou, ik ga zelf die fishing maniac maar eventjes zoeken. Laat dat onze quest voor deze aflevering zijn. Het vinden van een super rot. Is dat de quest? De quest voor deze aflevering. De quest, ja. Wacht eventjes. Op zoek naar de superrot. Pum pum pum. Zo, nu kunnen we echt beginnen. Onze helden gaan verder op hun avontuur om de superrot te vinden. Ah. Ja. Daar is niks aan gelogen. Precies. That's how it works. Dat is een train ring, Sander. Ja, dat vind ik eng. Phantom? App Soling. Sol niet met die app. Ik zal niet met app sollen. Aura Sphere. Weet je waarom? Ja, hij omdat het super effective is. Daarom. Oh. Wat? Ik dacht, omdat hij het zweert. Ja, hij moet wel zweren op zijn leven, het liefst. Volgens mij moet ik in ieder geval Muk gaan... Flareon, kijk, dat wordt nou nog eens lastig. Maar ja, toch Monoswag dan. Niet Monoswag. Nou, toch wel. Yo, shiny. Hij is shiny. Zie je al de hele tijd hoor, daar niet van, maar... Bubble Beam. Bubble Beam? Japans voor Bubble Beam. Oeh, is dat Japanings? Ja. Well, this one is kill. Nice! No, nog twee Pokémon. Mylan. Straks wordt dit de laatste aflevering die we opnemen. Dat zou zomaar kunnen. Nee. Het feit dat Gardevoir Magical Leaf kende, dat had ik even niet op gerekend. Ja, nee, dat snap ik op zich wel. Nu je het zegt, denk ik, dat kan niet. Maar ik had dat inderdaad ook niet zo. Mucky on the top zo of dood. My head geweten. Oeh, dat is super effective, hè? Ja, ja, dat weet ik. Maar het zijn mijn enige twee Pokémon nog, Sander. Oeh. Oh, de Gardevoir is wel fairy, dus dat is... Waarom heb je Gardevoir niet uitgemaakt? Of kapot gemaakt? Omdat ik hoopte dat Gardevoir zo'n girl was die doodging door een poison aanval, omdat het super effective was. Ah,
Ja, dat was Muk. Nice. Nou. Alleen nog mijn nieuwe Pokémon, mijn Ferrothorn. Zonder nou not very effective, hoe kan dat? Omdat die waarschijnlijk... Fairy zit natuurlijk niet in deze game, alleen Harmonic. Dat vergeet ik elke keer. Dit kan zomaar dus de laatste aflevering zijn. Tompoosh, waarom deed ik dat? Ik moet echt stoppen met opletten op jouw scherm, want ik ga zelf ook domme keuzes maken. Oké. Nu gaan we gewoon met Furry John Bone Rush, want dat wou ik al de hele tijd doen. Maar dan ga ik raar... Oh! Dat was... Hij deed Roar. Is het zo'n Katy Perry? Ja. Ik Scizor. Want dat is zo'n Scizor van de X. Niet de Scizor van de X? Jawel joh, jawel. Dat doen wij gewoon. Ik heb niet eens die HM voor kut, heb ik niet eens. Je hebt geen kut HM? Ja, dat vind ik wel kut. Is de Fishing Mania hier toevallig? Dat zou zeer mooi. Dat klinkt wel als een Fishing Mania. Oh. Vanaf de buitenkant zag het er echt uit als een schattige cabin. Zeg maar. Oh, nou, toch wel. Cabin. Nu nog terugkomen. Ja, maar dan hoef je niet die double battle te doen. Hey, hoezo kan ik niet merken even? Oh, laat maar. Ik zei niks. Waarom ver ik nou weer precies met de guy met de 6 Pokémon eens? Omdat je zo'n breeder aan het bevechten bent waarschijnlijk. Of niet? Meestal dat kan wel. Ja. Floatzel. More like float. Ergens anders een toezel. Huh? Dit was misschien niet heel erg handig, maar... Heel erg handig? Hij is wel dood. It's your bingo. Mighty Anna, kijk, dan is het wel handig. Een machtige hyena? Hij kijkt zo boos in deze game, joh. Oeh. Hij kijkt boos in elke game hoor, daar niet van. Ik wou het zeggen. Poochyena niet, die kijkt best wel cute. Ja, Poochyena is ook gewoon zo'n cutie guy. Oeh, wat? Oh, dit gaat echt lekker. Jongens toch. Ik loop tegen al die trainers. That moment when you loopt tegen al de trainers. Waarom heb ik niet Mega Evolved? That moment when you do not Mega Evolve. Dat is pas dompie. Wat doet hij? Taunt. Oh, Swagger, nog erger. Milan. Ja. Je hebt een catcam, right now. Meowing. Ik had Tom Poes ook even moeten levelen eigenlijk. Wat kan... Oh, je bent nog bezig, dan maar. Ja, dat was echt... Dat was het echt niet waard, of wel? Ja, weet niet. Misschien is er nog wel iets anders meer. En anders wordt het de Dewgong voor mij. En voor jou ook. Ja. Dat is wel duidelijk. Maar ik wil even een paar keer proberen. Flinched? Dat vind ik niet leuk. Avoid het lekker, Dibble. Lekker, Weeble. Looks way more not like... Looks... Nee. Oh. Fion? Wat? Fion. Fion, ja. Ik weet alleen niet wat ik daar tegen moet doen, joh. Hoezo heeft hij een legendarische Pokémon? Zit Tobias of zo? Ja. Oh, ik had moeten hier de kut, sorry. Fucking Tobias, echt, dat is echt bullshit. Nog steeds boos over. Ash had zin om moeten winnen. Legit. Nog steeds boos over.
Hadden ze ook zijn Pikachu niet hoeven level resetten, zijn Age niet hoeven te resetten. Precies. Hadden we Black and White niet gehad, wat kut anime was. Dus ja. Ik zie alleen maar voordelen. Al vond ik de artstijl wel echt verbeterd in Black and White. En ik vond de Team Rocket saga beter in Black and White. Ja, dat was letterlijk de enige twee goede dingen van Gen 5 die je ze net hebt opgenoemd. Dat klopt. Ja, nee, ik geen fan. Maar nee, inderdaad, de artstijl vooral van de moves vond ik best wel goed. Mm-hmm. Intimidate, dat is wel intimiderend. Wojo? Of zoals ze in het Engels zouden zeggen, intimidering. Of als ze boos zijn, intimidering. Wow. See what I did there? Ja, van de tearing. Ja. Boom! One kill, Marwile. Lose a while. Loser boy. Marwile, more like see you in a while. Hey. Am I right, boys? Aura Sphere. Iets anders van de iets anders. Wel, het is maar een Basculin. Een Basculegion! Heel ziek. Evolve hem in een Basculegion, please. Ik denk dat ik dan toch voor de Dewgong ga. Ah, en ik heb trouwens geen Pokémon met... geen Pokémon met Surf bij me. Neem die toch even mee, boeien. Because I'm not caring. Niet te farm met Karen. Nee, jij bent ook niet Karen. Nee. Nee, ik heet Sander, dus... Van Gaming SB. Dat is je achternaam. Van Gaming SB. Ja, dat is mijn achternaam, inderdaad. Maar waarom dox je me nou? Kom op, Milan. We hadden het hier nog over gehad. Sorry, meneer van Gaming SB. Ze weten het nou toch al. Ja, dat is waar. Jij gaat het er niet uitknippen, hè, om mijn identiteit geheim te houden. Zeker niet. Freaking. Hey, ik ga gewoon naar die cavern, hoor. Want I don't caring about too long. Ik heb al twee watering typing. Ja, ik kan me dat niet veroorloven, sorry. Hm? Ik kan me dat niet veroorloven om die encounter te skippen. Oh, ja, nee, zeker niet doen, maar... Maar ik ga ook even een Pokémon. En met Surf en met een zoetgeurtje. Oh ja. Dat is wel slim. Moet Gloom toch weer meenemen? Niet Glooming. Groom. Groomer. Ben je dat? Nee. Nee, ben je niet zo van die furfurs aan het groomen? Nee. Dat was het jouw lievelings Pokémon was. Jordi! Jordi! Dat is van Jordi. Nee. Ik roep Jordi, maar hij komt niet. Nee. Hoe eng zou het zijn als hij opeens de call joint? Ik zou wel echt keihard lachen, oprecht. Ja. Het zou wel heel ziek zijn. Heel ziek, King. Dan hoef je niet eens een lock voor te doen. Nee. Grooming, zegt ze dan. Heb je een Pokémon met Sweet Sand bij je nu? Ja. Zullen we dan allebei deze encounter even met speed-up doen? Dat hoef je geen tweede keer te zeggen. Yay! Oké. Wat als ik een Gazi krijg? Dan moet ik gewoon opnieuw, hè? Yep. Oh, ik heb de Cryogonal al.
Yo, die is best sick. Die is best oké, okay, ja. En ik had altijd al een keer een Cryogonal al willen gebruiken. Ik heb hem nog nooit gebruikt. Ja. Net als jij, blijkbaar. Kor, vies, vies, vies. Ik hoop eigenlijk niet wel... op een kor, vies, vies, vies. Ik ben nu met een gras-Pokémon tegen 5 ijs-Pokémon aan het vechten. Oh. Dat heb jij weer. Maar ze zijn allemaal echt level 8 of zo. Mm-hmm. Ze zijn letterlijk level 23. Maar dat is ongeveer hetzelfde. Ik ben ook steel, hè? Dus volgens mij resist steel ijs. Ja, precies. En ik heb iron barbs, dus ze krijgen ook allemaal damage als ze mij aanvallen. Haha, losers. Loser girls. Ja, alleen bij physical moves denk ik, of niet? Ja. Ja, of course. Of coursing. Coursing. Of course, laat. Yo, dat is een Pokémon van Gen 2. Een Rock and Water type. Of Water and Rock, dat weet ik niet. Water Rock. Geowned door Misty. Ja, maakt trouwens niet uit, joh. Dat maakt helemaal niks uit, joh. Behalve in Soul Linking. Over Soul Linking gesproken. Oh, mogen de kijkers dat al weten? Ik wou zeggen, ik heb zin in het volgende project, maar... Jawel, ik heb het hem in de Harry Potter serie met Rusty ook al een paar keer over gehad. Ah, oké. Okay. Nee, ik heb wel zin in het volgende project ook wel, hoor. Ik wil wel deze af... Maar niet dat je nu expres jezelf dood gaat laten maken. Zo van, oh, dat vindt ze anders toch leuk. Dat hoeft ook weer niet. Nee. Maar, nee, ik heb wel zin in. Wel leuk, King. Dat is fijn. Behalve dat we Gen 1 moeten spelen, dat vind ik echt vies. Ja, maar we doen remake generation. De remakes wel? Oh, ja, oké, dan vind ik het minder vies. Dan vind ik het helemaal niet vies, zelfs. Want... Gen 1 is kut. Ja, Gen 2 is wel beter, maar... Like, oh, ik dacht dat ik wat hoorde. Oh, what the fuck? Ik dacht dat ik... Zag ik nou een Glalie? Ja, een Glalie en een Frostlass. Oh, sick. Dat zijn echt sick encounters. Als ik nou Frostlass krijg, dan zou ik wel blij mee zijn. Ja, snap ik. Corviknight zou ook wel leuk zijn, maar je hebt al een waterpokémon. Nou ja, ik heb al 2 waterpokémon. Ja. Dus... Leuk voor de Darking typing, maar... Dat is het enige. Dan heb ik liever een andere Pokémon 1. Oh. Spinning Sand 1. Snowflake. Okay, shiny Frostlass, please. Bergmite is in deze game zeker pure ice of niet? En Everlook. In welke game niet? Oh ja. Bergmite en Everlook hebben natuurlijk forms. Oeh, Vanillite. Oh, ik vind de beste vette Pokémon hoor. Kijk, het is een aardbeienijsje. En dat is wel leuk. Dat is wel gewoon leuk. En het gaat toch in de box bij jou nu dus. Ja, maar als ik een Frostlass had gehad, niet. Die had ik in mijn team gedaan. Dat zou ik. In plaats van zo'n Water-type. Ik denk dat ik het nu trouwens alsnog ga doen hoor, maar daar niet van. Oeh, ik kan Ghastly niet uitschakelen. Want die heeft en Levitate. En het is zo'n Ghost-type moveje. Of mannetje. Oeh, Ice Beam. Wat doe je, Ice Beam? Oh, je krijgt Ice Beam. Ik verzond dan doe je Ice Beam. Ik dacht al. Huh? Vond ik al knap. Hoeveel doet Curse? Oh, dat doet veel. Ja, dit gaat wel. Dit is wel zonde. Maar like, anders ga ik dood. Ik
Mogen hun dan ook weer alle drie attacken zeker? Dat is dan wel weer nadelig. Dat is zeker nadelig. Als jij battle klaar hebt, dan doen we de aflevering afsluiten. Is dat oké? Okay? Ja, is goed. Ik ben verbaasd dat we al zo lang bezig zijn, joh. Ja, we hebben niet heel veel uitgevoerd. En ik wil eigenlijk die duwkom nog gaan vangen. Want misschien dat ik dat wel eventjes doe als we straks een eetpauze hebben. Prima. Als ik dan nog leef. Psychic is ook niet heel slim. Ik kan eventjes naar Monoswerk gaan. Ja, we weten het. Ah, oh, gaat die Confusing Ring? Ja, zeker Ring. Oké. Waking up in the slapping. Waking up in the slapping. Kabooming. Oh, niet. Oké, dank je. Oh, hij is wakker. Die Corvish. Wist je dat al? Ja, dat wist ik al. Oké. Hij was ook al nog echt wakker. De moveset van die Cryogonal, dat is echt heftig. Ja, is die zo slecht? Nee, niet slecht. Gewoon allemaal best wel goed en willekeurige aanvallen ook. Zoals Solar Beam kon ik leren, heb ik niet gedaan, maar het kon wel. Okay. Dat vind ik best wel heftig. En wat er, hij leerde nog iets. Wacht, ik is het stand ook dat je op die specifieke Pokémon gaat focussen? Nee, toch? Volgens mij nee, wel. Dat is alleen dat je een damage move moet doen. Oké. Okay. You don't like damaging movings. Nou, niet als ik een Pokémon wil vangen. Dan was je even bang dat je niet genoeg Pokéballs had. Ja. Ja, dat, ik hoorde het in de stilte. Ja. You do be luistering. Oh, we got him. Nice, ladies yeah, and gentlemen, man. We got him vanilla. Hij deed zo hard in crit. Ik dacht, hij deed zoveel damage. IJsje. Oh, ik weet al hoe ik hem ga noemen. Ik ga hem vernoemen naar mijn andere IJsje in deze game. Of dat was niet in deze game, denk ik. Dat was in Ores. Gelato. Wat een coole naam. Ja, dat is Italiaans voor ijs. Yo. Dat vind ik leuk. Zullen we deze aflevering beëindigen? Ja, is goed. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.